Ja, het is vandaag 18 maart 2018, nog een paar dagen en dan kan Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En wij doen dat natuurlijk hier in Bergen op Zoom, in Alsteren en in Lepelstraat ook. We hebben allemaal een post in huis gekregen met de stembullen, met de kieskaarten en met alles wat daarbij hoort. Daar is ontzettend veel werk aan gedaan en als je nagaat dat iedere burger, iedere inwoner van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat dat in zijn bus heeft gekregen, dat dat allemaal is uitgezocht en allemaal is netjes gesorteerd, dan kan je daar alleen maar bewondering voor hebben dat dat allemaal is gebeurd en dan zou je toch eigenlijk als gewone burger een beetje jezelf verplicht moeten voelen om aan dat werk een vervolg te geven door in ieder geval die gang naar die stembus te maken. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je hebt volop tijd om het te doen en breng die stem dan uit en ga niet zeuren achteraf om te zeggen ja, dit of dat had er moeten gebeuren. We hebben nu met z'n allen de kans om de man of de vrouw die straks zitting gaat nemen, zou kunnen nemen om die onze stem te geven. En onze stem is belangrijk en soms kan het maar op één stem of een paar stemmen afhangen of deze of gene wel of niet in de raad komt. Dus wat dat betreft, we zouden al die moeite die gedaan is, moeten we zeker belonen. Interessant is ook die mooie nieuwe stemborden die daar zo staan, die op die palen. En daar staan precies nu in onze gemeente 10 partijen op. En ze hebben allemaal een mooi plaatsje gekregen. Niemand krijgt op die hoogte de gelegenheid om de biljetten over te plakken of weg te scheuren. Neem niet weg dat toch nog een heleboel kandidaten zich geroepen hebben gevoeld om hun eigen kop op een of andere manier heel duidelijk langs de weg zichtbaar te maken of wat dan ook. Wat ons wel opvalt nu in deze tijd, dat er bijna nergens meer achter de ramen nog een stembiljet een biljet van een kandidaat wordt geplakt. Op een of andere manier zou dat natuurlijk toch een aanwijzing kunnen zijn dat die politiek niet meer zo leeft bij de burger als zoals dat vroeger was. Want als we dan, en we praten natuurlijk in onze leeftijd, en dan mag u rustig weten, we zijn 76, geboren en getogen in Halsteren. En ja, Halsteren gaat ons natuurlijk altijd nog steeds heel na aan het hart. Dat kun je ook niet verloochenen. En als we dan zien hoe dat toeging, en onze vader Koos van Wezel, Jacobus Koos, die was zeer actief in de lokale politiek. En dan lezen we nu op dit moment ergens berichten dat het, of de vraag of het wel gewenst is, dat iemand die in de raad zit ook een stembureau mag bemannen of bezitten of bevrouwen, wat het ook is. Daar werd in die tijd helemaal niet moeilijk over gedaan, want we weten dat mijn vader zat dan, maar weet ik niet meer precies, maar ik bracht hem wel dan in de tussen de middag bracht ik hem de boterhammetjes die mijn moeder had klaargemaakt, want dan aten ze daar een broodje met z'n allen. En de kiezer die kwam, stemde en knikte bijvoorbeeld. Dat zou je goed kunnen natuurlijk, heel vriendelijk naar diegene die achter die tafel zat waarop hij zijn stem zou brengen. En misschien ging dat ook nog wel gepaard met een knipoog. Wij weten dat niet, maar het zou kunnen. Maar wat zou het? Die stemming was toen toch in ieder geval, laten we zeggen, geheim en neutraal en niemand kon dat zien. Was wel heel gemoedelijk allemaal, hè? Dus geen gedoe. Wat we ook deden, en nou komen we toch weer even terug op campagne. Er werd nogal eens wat gekalkt op de weg. En dat was natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dat was ook verboden, daar ging het niet om. En toch konden wij het niet laten. We deden dat samen destijds, samen met Joop Leeuw. Joop, draineer en de holle bouwstenenfabriek in Halsteren. Joop, hij is inmiddels overleden helaas. Hij is naar Kenia vertrokken. Maar we waren goede vrienden. En toen besloten we om de partij van onze vader Koos toch nog een extra duwtje te geven. En we besloten om nog even, net voor de verkiezing, links en rechts op de weg even lijst, ik weet niet meer wat was, laat ik maar wat noemen, lijst 7, kieslijst 7 te kalken. Ik reed op de brommer en Joop zat achterop en had de emmer met kalk en de kwast in zijn handen. En we waren helemaal rond en we komen bij Vogelgezang, ongeveer bij Café Vogelgezang. En we denken, weet je wat, we zetten daar nog eens even een goed merkteken weg. En dat deden we. En op dat moment komt de politie eraan. Ja, we werden, wat je zo noemt, op heterdaad betrapt. We konden er geen draai meer aangeven. En we werden natuurlijk beboet. En het
leuke, zou je kunnen zeggen, was dat destijds die boetes, die werden dus nog gecontroleerd of bekeken door de burgemeester. En in die periode, heel toevallig, was onze vader, was loco-burgemeester en hij kreeg zodoende de boete en het procesverbaal wat was opgemaakt van ons onder zijn ogen. Maar goed, zoals dat hoort, het werd natuurlijk netjes verwerkt zoals dat moet. We weten ook nog dat er op een zeker moment, want elke partij had zo zijn eigen manier om zich te manifesteren in die tijd. En we praten altijd nog maar steeds over Halsteren, want ja, dat was toen toch het middelpunt van de wereld, zullen we maar zeggen, voor ons. Dan had je mensen weten dat Martien van Elzakker, die ging dan bijvoorbeeld met een koetsje, met paarden ervoor uiteraard, en dan heel prominent in dat koetsje rond met een luidspreker. Er was er ook één, en dat was een Van der Wegen. Wij weten niet meer welke, of die nog gerelateerd is aan de Van der Wegens of aan Arjan Van der Wegen, die nu op dit moment natuurlijk wethouder is. Maar die hadden een vliegtuigje ingeschakeld en daar strooiden ze snoep mee over het dorp in kleine zakjes. En daarin zat een bepaalde combinatie van letters of wat het ook weer was. En dan kon je die verzamelen en dan kon je nog weer wat extra's ontvangen. Daar werd natuurlijk ook gretig gebruik van gemaakt. En we weten nog dat zelfs onze beste ome Karel daar helemaal niet blij mee was, want een hoop van die snoepjes, zakjes snoep, vielen in zijn bonenveld en de kinderen die renden daarheen en trapten de bonen kapot en zochten naar die zakjes snoep en lieten oom Karel met de schade zitten, die hij natuurlijk nooit heeft kunnen verhalen bij de betreffende partij. Maar goed, dat was toen. Maar dan na de uitslag was het natuurlijk ook altijd wel heel gezellig, want dan kwam men bij elkaar in het dorpskoffiehuis. Het café van Jo en Kees, van Lo en Kees Hever. Heel gezellig en daar werd er nog eens stevig nagepraat en daar werden de verhitte koppen, zoals dat was, natuurlijk toch nog weer wat afgekoeld met een paar potten bier en een borreltje. Ja, en dan ging het gewone leven in Halsteren weer zijn gang. De strijd was gestreden, maar nog niet helemaal, want we hadden toen in die periode natuurlijk ook nog de zogenaamde wethoudersverkiezingen. Want ja, je had natuurlijk wel die raad, maar je moest daaruit een aantal wethouders kiezen. In die periode waren dat er altijd twee. En het mooie van het geval was in feite dat door ja, bepaalde partijen die elkaar eigenlijk niet konden vinden en anderen weer wel, dat onze vader Koos van Wezel, Jack M.P. van Wezel, zoals die officieel heette, tot wethouder werd verkozen. En dat gaf enige commotie in het toch wel nog behoorlijk katholieke dorp van die tijd. Want ja, ja, Koos van Wezel was niet katholiek. Hij was protestant en dat was voor de eerste keer in de geschiedenis van Halsteren dat er een protestante wethouder op de zetel terecht kwam. Ja, en daar werd door nogal wat mensen, niet lang, maar door nogal wat mensen kritisch tegen aangekeken. Want ze denken, ja, een protestant op de wethouderszegel, dat is toch eigenlijk niet zo het hoort. Maar ja, het ging gewoon door en hij is heel veel jaren gebleven. Omdat hij het gewoon, ja, we zeggen het zelf, omdat hij het gewoon goed deed. Natuurlijk, elk mens heeft zijn zwakheden en zijn kleine foutjes. Maar in de grote lijnen genomen was hij toch eigenlijk altijd succesvol in zijn wethouderschap. En ik weet altijd nog wel wat hij zei, dat hij ging ervan uit dat je nooit de mensen aan het lijntje moet houden en ze moet zeggen waar het op staat. En dat hebben we vaak gezien, want er waren nogal eens wat mensen die zo eens op een bezoekje kwamen en bij de wethouder hun beklag kwamen doen en in de hoop dat ze een bepaald voordeeltje of een, ja, toch eigenlijk een stapje naar voren konden doen in het totale proces van wachtlijsten en dergelijke zaken. Maar dan weet ik nog dat hij altijd heel correct zei, ja, ik kan je helpen als het allemaal binnen de regels gaat, maar anders kan ik niks voor je doen. En dat is eigenlijk tot een heel succesvolle afsluiting van zijn wethouderschap gekomen. Ja, en dat komen we nog even terug op 21 maart straks. We gaan weer stemmen en we roepen toch nogmaals op, ga stemmen, doe het, want ja, je kan er niks mee verliezen, je kan er alleen maar mee winnen. Beste mensen, we kijken er naar uit op ja, 21 maart en dan in de avond weten we wel weer hoe de hazen lopen. En dat zal altijd weer een interessante ontwikkeling zijn voor de toekomst en de ontwikkeling van de stad Bergen-op-Zoom en Halsteren en niet te vergeten Lepelstraat. Dankjewel.